Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Wijn Plus Koken. We zijn uiteraard weer te gast hier in de keuken bij Wouter Leurs bij de restaurant De Vier Linden in Vierlingsbeek. Welkom. Dankjewel. Wat gaan we vandaag maken, Wouter? Ja, ik had vorige week had ik al verklapt na het voorgerecht dat we iets Zuid-Afrikaans gingen maken. In ieder geval, we gaan boboti gaan we maken met zoete aardappels en boontjes omwikkeld met katerspek. Dus het is echt een Zuid-Afrikaans gerechten zijn dat, zeg maar. Dus ik heb zelf ook 3 jaar in Zuid-Afrika gewoond. Dus ook vaak genoeg kunnen en ook moeten eten natuurlijk. Dus als iemand weet hoe boboti moet smaken, ja, in Vierlingsbeek in ieder geval in Overstreken. Ja, dan ben ik dat inderdaad. Dan ben jij dat, Wouter. Ja, ja, ja. Dus ja, we gaan ermee aan de slag. Je hebt straks ook een lekker wijntje erbij. Ik denk dat we naar Zuid-Afrika gaan, dus dan nemen we daar ook een wijn van terug, hè, toch? Prima, prima. Nou, dan gaan we aan de slag. Dankjewel. Ja. Erik gaat beginnen met de zoete aardappels. Ik ga beginnen met de boboti. Ik ga eerst alle ingrediënten in deze bekken doen. Ik heb, het zijn ook best wel een hoop ingrediënten. Ik heb een stukje droog brood. Dat kan wit, bruin brood zijn. Dat is ook vooral weer voor de binding van het gehakt straks. Want ja, boboti is dus eigen gerecht met gehakt. Daarbij hebben we melk, een uitje, een ei, kurkuma, currypoeder, laurierblad, sambal. Erg belangrijk natuurlijk, niet te veel, niet te weinig. Een knoflookje, olijfolie om daar het gehakt in te bakken, krentjes, amandel. Dus het zijn aardig wat ingrediënten. Erik gaat de aardappels doen. Ja, inderdaad. Die aardappels die heb ik nou even 3 keer ingestoken met een mes. En dan ga ik die nou poffen in de oven. Die heb ik deze ook gedaan. We steken die aardappels steken we in, dan wordt die eerder gaar. Ja, dus vooral Erik, als je die dus insteekt, we willen hem daar ook zo dwars door midden snijden en uithollen. En van die vulling, zeg maar, van de aardappel gaan we, daar gaan we de ananas, de sinaasappel doorheen mengen. Als we die niet zo inprikken, dan kan de aardappel ook scheuren. Nou, en ik wil dus dat die mooi intact blijft. Ja. Dus vandaar dat we hem ook mooi recht hebben ingesneden nou. Ja, nou, vrij harde aardappel. Duurt ook vrij lang. Dus die ga ik nou poffen op 180 graden. Ongeveer circa 40 minuutjes. Laurierblad dat bewaren we. Straks als we de boboti klaar hebben, dan gaat hij in de oven. Dan prikken we daar even de laurierblaadjes in. Dat is natuurlijk nooit lekker om laurierblaadjes in je provinciaalse kruiden. Die wat hardere kruiden, die moet je natuurlijk nooit in een gerecht verwerken. Altijd zorgen dat je ze weer makkelijk kunt verwijderen. Zo. Ga ik nou verder beginnen met de rolletjes bonen. Haricot vers in dit geval. En dan doen we dadelijk ook snijden, schoonmaken. Blancheren in wat zoutwater en daarna gaan we die inrollen en daar heb ik wat katerspek voor gebruikt. Ik kan ook gewoon een andere soort ham gebruiken, maar wij gebruiken dit vandaag wat katerspek voor. Dus een kopje kontjes eraf, goed normaal hè, verdoppen. Water staat ook op hè, met het zout om te blancheren, maar dat heb ik Nou, dit papje dat doen we er straks doorheen als we het gehakt, dus rolgehakt, gebakken hebben. Dus dat laten we hier eventjes mooi staan. Nou, het gehakt, runder gehakt. In de pan, lekker bakken. Prima. Hier nou die harige versie heb ik allemaal schoongemaakt. Dus ga ik nou blancheren. De vulling voor de zoete aardappel, daar hebben we de ingrediënten voor klaarstaan. Boter, suiker, bastardsuiker in dit geval. Pekanootjes gebruiken we straks om er mooi overheen te strooien voor de decoratie. Als we een ananas hebben en we willen weten of die rijp is, kijken we altijd even of we er een stengeltje uit kunnen trekken. Nou, die is goed. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen in de winkel eruit gaat lopen trekken, denk ik. Maar ananas schoonmaken. Nou, we hebben natuurlijk niet de hele ananas nodig. Ik wil hem wel in één keer schoonmaken, want ja, het is natuurlijk ook een hoop rotzooi. Nou, dan kunnen we mooi zo overlappend snijden. De kern van de ananas willen we altijd weg hebben. Daar kunnen mensen allergisch voor zijn. Dus deze gooien we ook weg. Nou, dit stuk is voldoende voor de aardappel.
Dat ik daar mooie brunoise van heb. Brunoise, dat zijn blokjes van 3x3, 4x4 mm. Zal ik het even bij mogen, chef? Zeker. Ik denk namelijk dat mijn harikovers al voldoende hebben afgekookt. Dus die ga ik nou uit het water halen. En die ga ik nou koud spoelen. Koud water. Zodat het garingsproces stopt. En dat ik mooie bondjes over krijg. Kijk eens. Mooie kleur. Nou, voor de sinaasappel gebruiken we alleen de schil. Het is natuurlijk wel ontzettend bitter. Wil je daar ergens voor gebruiken voor bij een dessert, kun je het beste eventjes een aantal keren afkoken. Dus dan is de bittere smaak een beetje weg. Nou, in dit geval vind ik dat niet zo belangrijk. Het gereedschap wat ik daarvoor gebruik noemen ze een zessteur. Er zitten wel 5 gaatjes in, dus waarom het zessteur genoemd wordt, dat weet ik niet. Maar dat is in ieder geval voor citroen of sinaasappelschil is dat ideaal. Zo. De harikovers, de bonen. Die hebben we nou uit het water gehaald, zijn afgekoeld. Zoals je ziet zijn ze mooi wietgaar. Dus die ga ik nou in mijn kaartspek doen en dan oprollen. Daar heb ik een mooi garnituurtje voor mij bij het hoofdgerechtje. Ongeveer een boontje of 6, 7. Dan ga ik strak oprollen. Hoppa. Hop, kijk. Hoppakee, beetje gescheurd, maar dat geeft niet. Zo, het gehakt is mooi rol gebakken. Dan gaan we de rest van de ingrediënten gaan we toevoegen. Nou, de boterham die is ook mooi zacht geworden natuurlijk. Nou, dan zul je zien als ik nou ga mengen, dat door de warmte het ei ook gaat stollen. Ondertussen ga ik verder met de gepofte aardappel. Zoals je ziet. Die lijnen, daar kun je mooi je mes in zetten. En die lijnen moet je gewoon volgen. En dan heb je een mooie helft. Nou. Wat ik ga doen. Ik ga dat aardappelvlees, ga ik uithollen. Doe ik die met een keukenmesje, met een keukenlepel. En dan ga ik brunoise versnijden. En die ga ik bij mijn ananasvulling doen. En dan gaat hij eigenlijk wat terug in die aardappel. Ik ga de boboot, die ga ik nou... in die bakjes scheppen. Peper en zout is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Wat er ook in kan is banaan of appel. Dat heeft natuurlijk ook een extra fris, zeg maar. Vooral die appel. Hè. De boboot gaat eigenlijk wel nog 20 minuten tot een half uur in de oven. Vervolgens halen we hem eruit. Dan doen we er nog ei en melk overheen gieten. Dan gaat hij nog een keertje in de oven. Wat nou belangrijk is bij deze aardappel, ik heb hem niet, zoals u ziet, heb ik niet helemaal, heb ik niet al het vlees eruit gehaald, zeg maar. Want anders hou ik alleen het vliesje over en dan kan ik hem niet meer fatsoenlijk vullen, want nu ziet het nog een beetje stevig. Erik gaat nou brunoise snijden dan van het... Ja, inderdaad, brunoise, blokjes. Ik giet de ingrediënten in de bekken bij de ananas en de citroenrasp. Boter, olijfolie, de bastardsuiker, klein beetje sap van de sinaasappel. Zo, gaan we de aardappeltjes vullen. Ook die aardappels zetten we bij de boboti in de oven. Ziet er lekker uit. Zal ik je even in de oven zetten? Ja, zeker. Ja. Zo, kijk eens. De zoete aardappel, de boboti, de boontjes, nou nog het wijnadvies en dan is het helemaal compleet. Zo Jan. Wouter, het ziet er weer prachtig uit man. Ja, we zijn... En het ruikt goed. Dankjewel. Kijk eens, de zoete aardappel, lekker met ananas. En boboti? Ja. Nou ja. Zuid-Afrikaans gerecht, dus ook een Zuid-Afrikaanse wijn. En ja, wie Zuid-Afrika zegt, die zegt Nelson Mandela. Juist. Nou, de kleindochters van Nelson Mandela, die hebben een wijnbedrijf opgezet. House of Mandela. En die maken heerlijke fair trade wijnen. Nou ja, goed,
De wereldwijde Fairtrade dag die is onlangs nog geweest. Dus in dat kader is dit natuurlijk een prima plan om een Fairtrade wijn daarvoor te nemen. Het is een pinotage. Dat is een druivenras wat eigenlijk ongeveer de nationale druif van Zuid-Afrika geworden is. Het is een druivenras dat gemengd is eigenlijk van Pinot Noir en Cinsault. Dat, een kruising daarvan is pinotage geworden. En het is een lekkere volle wijn met de nodige kruidigheid. Maar ook een klein zoetje. En dat past ik denk prima bij de zoete aardappel en de ananas. En zeker in combinatie met het gehakt. En de kruidigheid van het gerecht van de Bobotti. Ik denk dat deze wijn uitstekend daarmee combineert. Dus, ja, mooi zo. Naar een mooie smaken. Dat gaat goed komen. Nou, in ieder geval, we zijn er weer klaar voor vandaag. En volgende week dan ben ik er weer met het nagerecht. Dus we gaan iets met aardbeidjes gaan we lekker doen. Chocola, aardbeidjes. Ook daarbij gaat het seizoen beginnen, Wouter. Juist. Hartstikke mooi. Nou ja, we nemen afscheid van Zuid-Afrika. We nemen afscheid van u als kijker voor deze keer. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Tot volgende week.